Gustafsson, 123.247. En hier is Ben van den Burg, samen met Michael Hatjev. En we hebben een beetje angst over Ben van den Burg. Hij is weliswaar de lijstaanvoerder na twee afstanden. Maar ook in onze uitzending gisteren verklaarde hij al een beetje last te hebben van een spierblessure in de lies. En vanochtend bleek dat dat niet beter was geworden. Hij klaagde over pijn. Gaat wel die 1500 meter in zonder verdovend spuitje. Dat heeft men niet willen toedienen voor deze kortere afstand. Maar Van den Burg had wat zorgen over die blessure. En laten we hopen dat hij een beetje redelijk door die 1500 meter heen komt. Goed gestart in ieder geval. Hij mag 200ste van een seconde. U hoort het goed. Niet meer dan dat. Verliezen op de eindtijd van Johan Olaf Kos om de Noor in het klassement voor te blijven. Het verschil ten opzichte van Hatschi is wat groter. 3,5 seconden, ruim. Ben opent goed. Gaat meteen er fiks vandoor. 25-5. 1/10 langzamer slechts van Johan Olaf Kos. En daar komt Hatschi bij, de binnenbocht. Dit wordt een mooie rit. Kruis voorlangs. Start is natuurlijk het moeilijkste met zo'n liesblessure. Hij is het ontstaan door de start. Maar Ben is goed op gang, is goed weggekomen. En ik denk dat hij eigenlijk geen tijd heeft om erbij stil te staan dat hij een liesblessure heeft. En hij heeft in het voorseizoen natuurlijk laten zien dat hij een buitengewoon goede 500 meter kan rijden. 700 meter tijd Ben van den Burg. 54-7. Ja, 2/10 seconden sneller dan Johan Olaf Kors. Dat ziet er goed uit, Ben. Ga door op deze manier. Formidabel. Prachtig, rondjes daar in die 29, dat is nu prima op die 1500 meter. En Hatschi heeft het moeilijk. Hatschi heeft het moeilijk. Ben van den Burg is min of meer ontgegen bezig. Willen toch een beetje marge creëren, want die weten dat die 10 kilometer rijden altijd nog een beetje een probleemafstand is. 1.25.4, wat de tijd van Kors. Van den Burg, 1.24.9, jawel. Hatschi doet er niet aan, maar hij kan niet genoeg, lang niet genoeg. Hij moet Ben van den Burg laten gaan. Ben die in de laatste binnenbocht nog verder afstand kan kunnen nemen. En naar een prachtige eindtijd gaat hier. In 24-9 als tussentijd was maar 2/10 seconden verwijderd van het baanrecord. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat om de tijd van Kors. 1.57.19 had de Noor. Ah, hier is Ben van den Burg. 1.56.23. Wat een schitterende 1500 meter. En Hatschi, ondanks een handicap, 1.58.35, realiseert de hoge tijd dat het niet mag worden. Maar kijk eens, hij heeft het moeilijk, Ben van den Burg. Hij zit er een beetje doorheen. Maar wat heeft hij een prachtige 1500 meter gereden. En wat heeft hij een mooi punt in totaal. 119.646. En daarmee is hij voorlopig ook naar 3 afstanden in de lijst aanvoerder. Hatschef staat voorlopig in het klassement. Derde met een punt in totaal van 121.567. Maar Ben van den Burg geeft andere maal zijn visitekaartje aan.